Hallo lieve Chantal, ik ben een van de meer dan 1000 werknemers van het mooiste, romantischste en sprookjesachtige themapark resort hier in Kaatsheuvel. En aangezien jij ook een soortgelijk van beroep hebt, sprookjesachtig, wil ik jou eigenlijk vragen om eens een keertje bij mij hier te komen werken, een dagje. Dus ik hoop je heel graag te zien. Houdoe! Hartstikke leuk, pretpark, maar ik ga niet in een achtbaan. Nee, ga niet omhoog. Maar wel naar het Sprookjesbos. Het is 7:30 in het Brabantse Kaatsheuvel. Hier woont de ultieme pretparkgastheer René. Om 8:30 start zijn werkdag. Goedemorgen. Hi René. Hi, kom verder. Wie ben jij dan? Dit is Sam. Dat is mijn partner. Hallo partner, dat gaat. Hoi, is het al? Hey, wil je koffie? Oh, dat wil ik wel. Koffie. Het wordt een lange dag, denk ik. Hoe lang werk je al in het park? Ik ga nu mijn 9e seizoen in. En hoe is het om in dat park te werken? Dat kan je niet uitleggen, dan moet je voelen. Nee. Maar ik zie in je ogen dat jij het wel echt fantastisch vindt. Ja, gewoon de hele entourage eromheen. Het is of dat je elke dag gewoon in een sprookje terechtkomt. En heb je daar altijd al willen werken? Had je daar altijd al iets mee? Toen ik er als kind al was. Echt? Ja. Mama is later groot, ben ik 6 jaar, hè? Mama is later groot, ben ik in de Efteling werken. Was natuurlijk schat. Toen was ik 40, ging solliciteren. En van, ik ben aangenomen. Het was van, hè, ik heb het voor elkaar. Ja. En is het hard werken? Ja. Want hoe ziet jouw dag eruit vandaag? Wij gaan Joris en de Draak gaan wij opstarten. Oh. Oké, ik ben niet zo heel erg van de loopings. Ja, dat vind ik allemaal best wel eng. Oké, ik moet heel even. Oké, prima. Ik ben benieuwd. Heb je het kostuum hier? Ja. Het kostuum ook. Het kostuum. Het is helaas niet die gedroomde prinsessenjurk. Maar een polyesterblouse is bijna net zo leuk, toch, Chantal? Maar het kan allemaal net dicht, hoor. Ja. Ik zou dat andere knopje ook dicht doen. Zo, is het aanstootgevend? Een beetje. Nou, dit is ook allemaal kilo. Ben je gisteravond uit eten geweest? Nee, ik wil dat het een gezellige dag wordt. Veiligheidsschoenen. Oh ja, prachtig. Ja. René woont 7 minuten fietsen van de Efteling. En Chantal mag achterop. En dat is al een attractie op zich. Oh. Jim, oh. Ik vind het denk ik spannender. Chantal mag vandaag mee achter de schermen en hoeft niet in de rij om het pretpark binnen te mogen. Ze kan lekker zo doorlopen via de personeelsingang. Hoe zit het qua tijd? We zijn wel een beetje laat. Hoe laat gaat het park open? 11:00. Maar het is nog heel vroeg. 8:50. We zijn nog lang niet klaar hoor. We moeten nog heel veel doen. Is toch gewoon op een knopje duwen? Nee. Dat is altijd wat jullie denken, hè? Buiten staan. Dus het is zo van. Nou, dan gaan we kijken wat je allemaal moet doen dan. Wat kom samen, gaan we Ik vind het heel intiem. Kom. Ja, yeah, this is where magic happens. Er is helemaal niemand. Gewoon een hele lege Efteling. Lekker is dat, hè? Elke dag door deze rust loop, heb ik echt zoiets van. Wat een bijzondere baan heb ik toch eigenlijk. Ik krijg echt een beetje kippenvel van, want straks zit hier vol met mensen. Ja. En nu alleen maar werklui. Eigenlijk gaat het hier zo dag en nacht door. Dag en nacht? Ja. Dus niet dat 's avonds om 8:00 de knip erop gaat? Nee. Wauw. Dit is goed. Kijk. Yeah. Dus dit is wat wij elke dag lopen. Ja, ik vind het lang hoor. Je hebt niet even een van de fiets waar je op mag. Nee, er zijn wel fietsen hier zo in het park, maar die zijn echt alleen maar uitsluitend voor de technische dienst. Zo, nou hè, zijn er. Nou, dat is hem hè. Trapje op. Oh, dat ook nog. Goedemorgen. Nou. Goedemorgen jongens. Hi. Nee, ik ken ze wel. Wow, dit is cool. Maar ga jij hier straks zitten? Wij gaan samen hier straks zitten. Als je dat leuk vindt. Ja, heel leuk. Nee, hier vind ik prima. Maar voordat het park open gaat, moet zij eerst de baan controleren op veiligheid. Nou, ben je er klaar voor? Nou, we hadden ook gewoon bij de poffertjeskraam kunnen gaan staan, bedacht ik net. Ja, maar dat is niet zo spectaculair als dit. Goed. Ja. Jongens, wat er ook gebeurt, doordraaien. Kijk maar eventjes of dat de ketting goed vast zit.
Ja, dat is goed. Kom, we gaan naar beneden. Okay. Nee, we moeten nog naar boven. Ben je zo de verkeerde persoon voor dit? Nou, je kan het toch goed? Je bent al bijna boven, joh. Oh, wat verschrikkelijk dit. Dit geloven ze echt thuis nooit, weet je dat? Oh, dit vind ik heel eng. Oh, folie. Folie? Oh, weet folie. Ik okay. Veel. Ik vind dit eng. Voor de verder nee, heb je niks te doen. Heel even zitten, mag ja, dat? Ja, dat mag. En kijk gelijk hier zo of de breeklakjes ook goed zijn. Ja, ze zijn goed. Ja? Ja. Weet je zeker? Ja. Ik heb niet gekeken. Nee. Moet je echt de hele baan lopen? Ja. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, René, ik denk niet dat ik dat durf. Ik moet terug, want dit kan ik niet. Oké, dan gaan we heel voorzichtig omdraaien. Ja. Oh god, we moeten terug. Ja? Hou je vast, hè? Ja. Ja. Nou, ik vind belletjes zo. Holy macaroni, echt. Ik dacht, ik had geen idee. Ik dacht, daar zijn apparaten voor, machines. Nou, je hebt het hartstikke goed gedaan. Zullen we deze eens uitdoen? Heel graag. Chantal denkt opgelucht adem te kunnen halen. Alleen moet het ergste voor haar nog komen. Het personeel moet nachecken van de baan. Kunnen we dat niet met poppen doen? Ook nog iedere morgen een testrit maken. Ik vind het echt verschrikkelijk. Voor mijn gevoel is alles oké, hoor. Ja. Ja? Hij kan eigenlijk, voor mijn gevoel kan hij gewoon veilig lopen. Ja, we kunnen open. Ja. Oké. Okay. Weet je het zeker? We gaan open. Goedemorgen allemaal. Dan geef ik jou even de sleutel. Dan mag je hem eventjes opengooien. Hé. Hey. Gaan we naar binnen, naar binnen, naar binnen. Goedemorgen. Weet jullie het zeker? Yes. Ja. Het is doodeng. Ja, ja. Ik kan toch even waarschuwen. Even de zenuwen eruit dansen en op adem komen met een werkje in de control room. Wat Chantal stukken beter ligt. 2, 1. Ja, daar gaat ie. God zeg me greep. Ja. Mensen, er allemaal zin in. Yes, I'm a cracky. Is everybody happy? Sorry voor alles. Ik weet niet waarom, ik heb een hele zin om te lopen. Ik was bloednerveus. Chantal begint haar draai te vinden als pretparkmedewerker. Op naar de volgende attractie. Poffertjes. Dat kan niet, hè? Mag je niet als medewerker even snel een poffertje naar binnen douwen? Nee, als je dat doet, dan kan je denk ik wel op kantoor komen. Het is mijn feestdag, René. Hi. Ik ben een nieuwe medewerker. Ik ben die vol. Hey, Yvonne, Chantal. Maar, want René zegt dat medewerkers mogen niet stiekem even... Nee, wij mogen niet eten, nee. Dat is niet de bedoeling. Ja, ik ben natuurlijk ook maar zo half. Ik wil een beetje samen bakken. Ik trakteer dan nu. Ja? Ja. Oké. En dan weer invetten. Oh, heerlijk. Oh. Mij letten, want ik ga wat sneller. Nou, je gaat als een raket. Hoe lang doe je dit al, Yvonne? 29 jaar. Poffertjes alleen? Ja. Wauw. Vind je het nog leuk? Ja, elke dag. Wat is het leukste aan jouw werk? Het klaarmaken, het laten zien en naar de gasten te brengen. Dat die het met een goed gevoel en lekker smakelijk gegeten weer naar het volgende gaat. Heerlijk. Kom, even snel ermee. Ja, je hebt me echt overgehaald. Hè. Als ik nou... Als er nu iemand langs ziet, dan hang ik, hè. Maar zo kan je er niet van genieten, zo snel. Nou, ik wel, hoor. Kom op mij. Nee, niet meer. Oh. Ja, dat kan je zo. Niks gebeurd. Oh. Hoef nou niet meer te lunchen. Nou nee, zeg, door die poffertjes van ja. Ik heb wel zin in een bakje koffie. Ja. Of thee. Gaan we weer de verboden toegang? René brengt Chantal naar de kantine van de attractie Symbolica. Waar zij, na een kopje koffie, door zijn collega Bas aan het werk zou worden gezet.
Symbolica is eigenlijk een dark ride attractie. Ja, het zou bijna... Het is wel donker, maar niet... Nou, het is een beetje fantasiewereld met werkelijkheid. Het is wel een van de duurste attracties. Ja, hoeveel kost dat dan? 35 miljoen heeft hij gekost. Oei. Dus de nieuwste technieken zitten er ook wel in. Er zijn vele prikkelingen die je ziet, dus... Spannend. Ik ben benieuwd. Spannend. Kom, ga mee, Chantal. Ja, is goed. Pas op voor de afstapjes weer. We hebben geen roltrap helaas. Dat kon er net niet vanaf. Nee, maar die attractie is al duur genoeg. Ja. Wow. Hier bij het onderhoudsspoor. Hier worden eigenlijk alle voertuigen gerepareerd, nagekeken, gemaakt. Uh-huh. Voordat we naar binnen gaan, wil ik wel even iets vertellen. Want dan kunnen we dat niet meer uitleggen. Maar wat wij dadelijk gaan doen is pre-seaten. En pre-seaten wil zeggen dat wij eigenlijk deze attractie helemaal vol moeten krijgen met mensen. Zoals... Hoeveel mogen er in dan? Je kunt eigenlijk met drie volwassenen mensen die langs elkaar. Jij loodst me er wel doorheen, ja. Toch? Oh, wat ga jij dan ik, loop even terug naar de Joris, naar de draak. Okay. Nou, veel plezier, hè? Ja. Ja. Wish me luck. Ja, misschien wel. René, tot ziens, hè? Ja, doei. Welkom bij Symbolica. Dankjewel. Nou, dit is eigenlijk een instapstukje. En tellen dan eigenlijk de mensen van... Ga maar naar dat, ga maar naar dat. Ja. Ga maar naar dat. Nou, is het geen idee. Lijkt heel makkelijk, maar... Nee, dat is niet makkelijk. Nee. Begin maar met tellen. Dus begin maar met... Hallo. Zes. Welkom. Met hoeveel mensen zijn jullie? Met z'n viertjes. Mag ik helemaal naar achteren toe lopen? Ja, helemaal naar achteren lopen. Heel veel plezier. Heel veel plezier. Jullie zijn met z'n? Nee. Met z'n tweetjes. Mogen ze er nog bij? Ja, hallo. Ja, want we hadden er vier. Oh, ben jij goed al? Wauw. Heb je helemaal goed gekomen. Hallo. Gaan we naar de volgende? Oké. Hallo, met hoeveel zijn jullie? Zes. Nou, kom maar alle zes. Mag je naar het midden toe? Ja, naar het midden toe. Veel plezier. Hallo, met hoeveel zijn jullie? Oeh, dat is een probleem. Wacht heel even. Wat je ziet, nu zijn er twee lege voertuigen. Dus we zijn eigenlijk een beetje te laat. Oh. Omdat ze op tijd rijden. Dus als wij hier niet ons best doen, zeg maar, dan gaan de lege voertuigen weg. Oh, welkom, jullie mogen naar het midden toe. Kom, je hebt 50 seconden. Met z'n vijfjes? Loop maar vast naar het midden toe. Loop maar vast naar het midden toe. Maakt helemaal niks meer uit. Nee. Maakt niks meer uit. Kunnen we er niet zelf in? Nee, dat mag eigenlijk helemaal niet. Nee, dat mag niet. Maar dat kon er wel wat doen. Nee. Kom maar, Bas. Nee, dat mag echt niet. Nee, dat jawel, mag. Jawel, dat is superleuk. Nee. Kom maar, doe dat ding dicht. Hij gaat er zelf in. Straks heeft Chantal een confronterend gesprek met Roodkapje... dat eigenlijk al jaren geleden had moeten plaatsvinden. Ik ben op zoek naar mijn oma. Dat is dus even een probleem met jouw oma... Bij Chantal Komt Werken kun jij kans maken op 5000 euro. En daar hoef je niet voor te werken, maar alleen te bellen of sms'en. Dus pak die kans en bel 0909-1320. Of sms werk naar 3030. En wie weet is deze geldprijs voor jou. Bel 0909-1320 of sms werk naar 3030. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de snoepjes van Haribo. En de bonenschotels in Stazak van Hak. Goeie zak, Hak. Zaterdagavond op 4. Paul pakt uit. U kijkt heel boos naar mij. Maar zo kijk ik altijd. Dan zou ik een vingerslip nemen. Maak geen homo van mij, hè. Nee, nee. Ik wil ook wel een vakje vullen. Dat is ook wel leuk. Oh, oh, oh. Wat een cadeau. Bijzondere verrassingen voor bijzondere mensen. In Paul pakt uit. Zaterdag om 8:30. Nieuw op 4. Ook zondag is weer de grote vraag. Lekker, Peter. Jeetje. Oh my god, gaat weer goed. Hoe lang behoud je je geluk? Niet ongelooflijk. Ja. Oh, wat erg dit. Ik had het jullie zo gegund en dan gaat het helemaal mis. Nieuwe kandidaten, nieuwe kansen. Zondag in Postcode Loterij, Miljoenenjacht. Om 8 uur, natuurlijk bij RTL 4. Alle verhoudingen op scherm in Soof de Serie. Zondag om 9:30 bij RTL 4. Ik hoor jullie denken, Ali B. weer in de commercial? Nee. Dit is aan Lidl. En ik ga kijken op hoe Nederland Paas viert. Hey Ali, kom binnen. Mag ik? Tuurlijk. Zo, dat is lekker zeg. Mm. Mm. Wat is dit dan? Asperges met ham. Oh, dat is niet voor mij. Maar ook niet voor jou. Ali, kom je mee paaseitjes zoeken? Tuurlijk, schat. Lidl viert talenten op zijn Hollands. Met Hollandse delicieux producten voor Hollandse prijsjes. Niet in die eitjes bijten. Schoonheid verschijnt in vele vormen. Een blik, karakter, blozende wangen,
lastig te vangen. Soms kwetsbaar verlegen, dan weer dapper zelfverzekerd. Schoonheid is de som van al onze verschijningsvormen. Dus laten we het niet langer zien als iets wat we na moeten streven. Schoonheid is wie we van binnenuit zijn. Reveal Beauty. Livera. Lidl viert de lente op z'n Hollands. Met heel veel heerlijke producten voor Hollandse prijsjes. Zoals 2 pakken koffieroos voor 5,99. Amandelen, 2 zakken voor maar 4 euro. En Hollandse conferenceperen, nu 89 cent. Lidl. Nou, kom ik thuis vanuit Spanje, hele huis vol. Mijn zoon Rudy woont nu bij me, met zijn liefje. En haar 2 puberende kinderen. Nou ja, het wordt vast heel gezellig allemaal. Kees & Co is terug, vanaf zaterdag 8 uur op 4. John Frieda is trotse sponsor van Kees & Co. Tada! En alle blondines van Nederland. Oh, and when I knew I had to face another day. Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, and you're the key to my peace of mind. Cause you make me feel, you make me feel like a natural woman. Nieuw, van de boom siropen. Lekker, met minder suiker. Word je toch vrolijk van? Proef de vrijheid en plan je reis naar elk adres. Ontdek het in de NS-app. Kijk op ns.nl/app. Nieuw, van de boom, sappen. Met 30% minder suiker. Echt kampioensap. SodaStream maakt water sprankelend. 1 druk op de knop en simpel kraanwater bruist. Dit is een herbruikbare SodaStream-fles. 1 zo'n fles vervangt al deze. Het is aan jou. SodaStream, help mee aan een wereld zonder wegwerpplastic. Koop jouw SodaStream nu extra voordelig bij BCC en Coolblue. Van de boom siropen. Nu, bij jou in het sap. Schap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I'm gonna swim. And you? What would you do for love? Miss Dior, the new eau de toilette. 1, 2, 3, 4, I know what you want. Caramel? Hazelnoot, praliné crème en chocolade. Toffifee brengt alles samen. Er zit meer plezier in Toffifee. Stap in de nieuwe collectie van Omoda. Voor hem, voor haar en ook voor jou. Kom langs in een van onze winkels of shop nu op omoda.nl. Je nieuwe schoenen vind je bij Omoda. Jij wilt geweldige mensen aannemen. Wij maken het mogelijk. Indeed doet er alles aan om het werven van nieuwe medewerkers makkelijk te maken. We geven je toegang tot een groot aanbod aan talent. En je krijgt tools om kandidaten te filteren op de skills en ervaring die jij zoekt. Geen wonder dat meer dan 45.000 bedrijven in Nederland gebruik maken van Indeed. Kom onder de aandacht van het juiste talent. Ontvang nu €50 tegoed om je eerste vacature te plaatsen als premium vacature op indeed.com/televisie. Vanavond besteld op omoda.nl. Is morgen in huis. Omoda. Verhoogd cholesterol? Hoe pak jij het aan? Beweeg meer en kies voor B-Cell Proactief, dat plantensterolen bevat die cholesterol verlagen. B-Cell Proactief. 100% plantaardig en bewezen effectief. As long as we united. Jeans Center, Denim Market. 2 merk jeans voor maar €100. Ook op jeanscenter.nl. Jeans Center, there for you. 1 op de 4 Nederlanders heeft een verhoogd cholesterol. Verhoogd cholesterol verlagen? Kijk voor tips voor een gezond leven op hartstichting.nl. Ontbijt is voor mij superbelangrijk. Maar wat vind jij belangrijk in een hotel? Locatie? Een schone kamer? Misschien de kwaliteit van je bed. Gelukkig kan Trivago je hierbij helpen. Trivago toont je van alles dat jij wellicht belangrijk vindt in een hotel. Scores voor ontbijt, locatie en zelfs hygiëne worden berekend aan de hand van miljoenen reviews van verschillende websites. Zo helpt Trivago jou je ideale hotel te vinden. Hotel Trivago. Hé,
Hij is er weer. De Mandenmakers Marathon. Met 25% korting. Lichte, donkere, landelijke, moderne. Ach, op al onze keukens. En u maakt iedere dag kans op een gratis keuken. En we zijn elke dag open tot 10 uur. U heeft nog 3 dagen. Dus kom snel langs. Mandenmakers. Het huis van keukens. Het zijn weer wilde wijndagen bij Gal en Gal. Maar liefst 1600 wijnen, tweede fles halve prijs. Van prijswinnend tot biologisch, van topselectie tot borrelwijn, elke combinatie is mogelijk. Neem bijvoorbeeld deze Arrogant Frog. Tweede fles nu voor maar €3,99. Dus kom direct naar de winkel of kijk op gal.nl. Morgenavond weer nieuw jong zangtalent in The Voice Kids. Om 8:30, natuurlijk bij RTL 4. Vanavond gaat Art Rooijakkers langs bij mensen die ooit volop in het nieuws waren. Zoals Edwin de Roy van Zuiderwijn. Dat is pure volksverlakkerij. Het is gewoon pure oplichting. Compleet gelogen en niet waar. Het nieuwe programma Iedereen had het erover. Vanavond om 9:30. Natuurlijk bij RTL 4. Welkom terug. Chantal zet haar werk in een pretpark op het spel als ze zich niets aantrekt van de regels. Kom maar, Bas, kom maar. Nee, dat mag echt niet. Nee, dat mag. Jawel, jawel, dat is superleuk. Kom maar, doe dat ding dicht. Hij gaat er zelf in. Zo, Bas. Nee. Je vleugels zit dicht. Dat kan helemaal niet. Ja, wel, het is al gebeurd. Ja, het is voor jou ook een feestdag, Bas. Oh, heerlijk dit. Dat mag wel heel even onder werktijd, want jullie werken zo hard en zijn zo lief voor al het, alle gasten. Ja. En mensen komen eigenlijk voor een leuke dag hier. Ja. Dus als wij nou dat tikje extra kunnen geven. Van, oh wauw, kijk er eens hier. Oh, mooi. Ja, dit is echt geweldig. Dat is onze lieve Pardoes. Oh ja. Kom op, we gaan nu harder. Geweldig dit. Ik geniet hier ook nog elke dag van, ja? Hoor. Ja. Als wij morgen vroeg opstarten hier. En ik mag hier als eerste om 7:30 in zitten. Want dat moet jij natuurlijk ook doen. Ja, we moeten alles kijken of alles werkt hier. Oh. En dat is dan toch wel een eer. Dan voel ik me wel gelukkig, hoor. Zijn dat de voordelen van jouw werk? Ja, en met de gasten omgaan. Dat, ik vind die reflex wel erg leuk, hoor. Ja, met ja, met ja. Mensen. Het is het fotomomentje. Laat het over je heen komen, Chantal. Na, na, na. Daar heb je hem weer, onze Pardoes. Oh, heerlijk dit, hè? Mooi. Het is ook een eer om schoon te maken. Als wij dan zoiets 's avonds iets... Moeten jullie dit schoonmaken? Wij doen alles van A tot Z. Dus niet zo dat er een schoonmaakproef komt? Ik weet dan, als wij bijvoorbeeld de volgende dag, als ik dan weer begin en het is niet schoongemaakt, dan weten we van, hey, Patrick of Johan, jullie hebben gisteren dat niet gedaan. Waarom niet? Doen Patrick en Johan het vaker niet goed? Nee. Oh, daarom wil ik even die naam ook benoemen. Ik snap het. Ja. En nu zijn we bij het einde. Oh, ik vond het heel leuk. Ja, leuk dit, hè? Ja. Was het leuk? Ja, het was super. Maar er moet weer gewerkt worden. Het Sprookjesbos moet schoon worden gemaakt. En daar hebben ze nou net geen toverspreuk voor. Lekker tuttig. We hebben niet gedronken. Ik haal, we hebben niet gedronken. Dit is sprookjes. Ja, we gaan een beetje. Wow. Een van de eerste kasteeltjes. Oh ja? Ja, ik breng mijn was hier altijd. Ja, dat zie ik. Dat, ja. Lekker rolbevestigend ook. Heerlijk. Ah, ga jij maar wassen. Ik doe alleen de deur open als het niet komt. Ja. Vervolgens. We moeten niet drinken gooien. Niet te ver, Bas. Oh, Chantal. Kom, we gaan. We gaan. Help. Doei. Ik kan er echt niet meer uit, hoor. Ik ben op zoek naar mijn oma. Hebben jullie haar toevallig gezien? Nee, maar dat is dus even een probleem. Want jouw oma, die... Maar... Ja, daar is iets mee. Maar je moet, ja, nee, maar niet schrikken. Niet meteen, want... Maar werk jij hier pas net? Ja, oh. Dit is mijn eerste dag. Oh, hoi, ik ben Roodkapje. Het is zo echt. Heb je mijn oma gezien? Nee. Ook niet gezien? Nee? Wat heeft mijn oma gezien? Heb jij nou misschien opgegeten door de wolf? Nee, toch? Nee, toch? Nee, je moet hem niet overstuur maken, want dit trekt ze niet. Roodkapje is in de ecstasy. Roodkapje is in de ecstasy. Ja, toch wel. Top, we gaan. Dan blijft ze nou weer zitten, hè? Dat weet je. Kijk, al die opnames blijven echt bestaan, hè? Klein duimpje. Oh, die is goed. Die is, oh ja, Roodkapje had ik gezien. Roodkapje was op zoek naar de oma.
Waar is je oma dan? Ja, dat weet dus niemand. Je loopt echt wel wat af, hè? Ook nog eens op deze schoenen. Ja, dat zijn echt van die zware klossen. Nee, niet meer. Oh ja, nou, ik heb wel een oplossing daarvoor. Oh, ik heb wel een mannetje voor. Ja. Ik krijg nog altijd kippenval van deze muziek. Ja? Ook. Ik vind het altijd zo mooi. Hey, die ganzen hebben we nog nooit gezien, weet je dat? Die zijn er toch echt altijd geweest, ja. Ja, ja, weet je. Genoeg geland ervan tot Chantal. Tijd om te doen waar ze je voor hebben aangenomen. Werken. Moeten deze raampjes ook gedaan worden? Ja, die moeten ook zo. Maar we zitten allemaal vette vingertjes zitten erop. Dan ga je hoor. Lepelsteeltje. Niemand weet, niemand weet dat ik lepelsteeltje heet. Nou, inmiddels wel hoor. Een steeltje heet. Ja, ja. La. Hou op hiermee. Kunnen we dit ook uitzetten, of niet? Wat moet deze man? En het mannetje van Chantal weet weer precies wat er van hem verwacht wordt. Het is echt keurig netjes schoon. Het ziet er echt wel netjes uit, ja. Oh, wat hebben jullie gedaan? Ja. Wat hebben jullie gedaan daar? Helemaal niks. Ja, ja. Romantiek in de Efteling. Maar dat kan niet, er zijn ook kinderen hier. Nou, het zit ze weer op voor vandaag. Hè? Ja, is dit een einde? Ja. Maar wat ik me afvraag, je begint zo'n dag heel enthousiast en gelukkig en met al die mensen. Ja. Hoe sluit je hem dan af? Met welk gevoel? Een voldaan gevoel. Je ziet hier altijd vrolijke mensen. En dat maakt het gewoon, die reflex krijg je gewoon. Ja. En als je dat stukje energie ook geeft aan de mensen, dan krijg je die ook wel weer terug, hoor. Dan ben je er morgen gewoon weer, echt waar. Maar het geeft wel voldoening inderdaad, dat je al die blije gezichten ziet. Ik heb wel, verrek wel van de pijn in mijn voeten, moet ik zeggen. Het is even wennen. Hey, ik ga me omkleden, want ik ga, ga zo niet naar huis. Nee. Dan gebeurt er niks vanavond. Nee, doe me niet. Okay. Nee. Ja. Het pretpark gaat sluiten en de dienst van Chantal zit erop. Maar voordat zij afscheid neemt, wil zij de bevlogen Bas en René graag nog iets geven. Hoi. Bas en René. Ja. Omdat jullie zoveel moeten lopen. Dat is echt leuk dit. Door de park heb ik twee stepjes. Dat is echt... Dat zijn onze stepjes. Oh. Ik heb een mannetje geregeld. Geweldig dit. Oh. Ja, leuk. Oh, wat goed, Ferry. Dit is heel gaaf dit. Jullie zijn altijd aardig voor de gasten, maar je mag ze ook een keer de rug toekeren. Dan staat dit erop. Dank je wel, liefste gast. Dank je wel. Ik ga morgen zo werken. Ja. Een mooi kleurtje. Ja. Het staat jullie wel goed. Ja. Nou jongens, lieve René, bedankt. Graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk. Ik ook. Echt een hele leuke dag. Veel plezier met Aad, veel geluk. Zal wel lukken. Ja. Dankjewel. Jij. Dankjewel. Ik vond het ontzettend leuk. Ik vond het erg leuk je te leren kennen. Dat vond ik ook. Ja. Ik heb het heel leuk je hebt het goed gedaan vandaag. Dankjewel. Ja. Nou, dan gaan we. Ja, doei. Doei. Oh, dat is lekker makkelijk. Oh, daar gaan ze, hoor. Kijk ze nou gaan. Heerlijk. Gaan we zo het park?